NEC trainde deze week in voorbereiding op de wedstrijd tegen koploper Ajax. Op papier een lastige, zeker als je ziet dat de laatste keer dat Ajax hier verloor in de Goffert, we terug moeten naar het jaar 2005. 2005? Dat is 17 jaar geleden zo'n beetje. Hè? Ja, dus daar kunnen we morgen een stukje geschiedenis schrijven, zou ik maar zeggen. In Amsterdam, de eerste wedstrijd van het seizoen, werd het 5-0 voor Ajax. Kansloos ging NEC toen onderuit. Toch wil dat niks zeggen over de kansen van NEC voor zaterdag. Aldus trainer Rogier Meijer. Ja, kijk, dit is natuurlijk wel een hele andere fase in de competitie. Bij alle clubs gebeuren er nu dingen. Hè. Trainers die vertrekken, spelers die vertrekken, spelers die willen vertrekken. Dus het is ook een andere fase van de competitie. En de kampioenstrijd is natuurlijk nu veel heter dan bij de eerste wedstrijd. Een van de spelers wiens contract afloopt dit seizoen is Mr. Invaller Javier Vet. Heeft hij al iets gehoord van de club? Nee, ik heb de ontslagbrief gekregen en het is afwachten. Ja, jij wacht even. Maar, geen signaal? Ja, ik bedoel, achter de schermen wachten we niet af natuurlijk. Kijken we wat er voor volgend jaar mogelijk is. Alleen, ik wacht af. Ik weet niet waar ik speel volgend jaar. Dus wat zou je willen? Ja, vorig jaar zei je wel van ik ambieer wel eredivisie. Is dat nog steeds wat je zegt? Als ik ook naar een andere club kijk, dan moet het wel in ieder geval in de eredivisie zijn. Of misschien buitenland? Kijk, buitenland lijkt me ook heel erg leuk. En tuurlijk, eredivisie is altijd mooi en dat is een sportief mooi doel. Dus als dat mogelijk is, graag. Als dat niet mogelijk is, dan zou ik buitenland heel mooi vinden. Op dit moment in mijn leven, mijn vriendin ook. Dus dat zijn allemaal dingen die mogelijk zijn. Nou, komt Ajax, dat was ook de eerste wedstrijd van de eredivisie van NEC weer. Ja. Sinds lange tijd. 5-0 werd het daar. Ja. Wat neem je mee van die wedstrijd nu? Ja, ik denk dat voor veel jongens was dat volgens mij de allereerste eredivisiewedstrijd ooit. Ik denk dat die nu genoeg ervaring hebben opgedaan in het seizoen. Uiteindelijk neem je wel mee de kwaliteiten die Ajax heeft, hè, dat weten we. Dat ze enorm goed kunnen voetballen, dat ze het vermogen hebben om zowel als je hoog verdedigt als laag verdedigt altijd wel iets een gaatje te vinden met hun kwaliteiten. Maar wij denken ook en we willen ook graag wel laten zien dat we zelf als team verder zijn. Hè. Ondanks dat er natuurlijk altijd dingen zijn gebeurd met blessures of wat dan ook. Willen we ons graag morgen zo duur mogelijk verkopen. En het zal denk ik een wedstrijd zijn morgen waar veel aandacht voor is. Hè. Het is de eerste wedstrijd sinds Ten Hag heeft bekendgemaakt dat hij naar Man United gaat. Nou goed, dan moet je als team denk ik ook wel een beetje energie geven om er iets moois van te maken. Ja, ik zag Boni vertrekken tijdens de training geblesseerd. Wat is er gebeurd? Ja, ik weet net zoveel of zo weinig als jou. Ik zag hem ook in een oefening naar zijn been grijpen. Nou, dat is meestal geen goed teken. En we moeten even binnenkijken hoe het daarmee is. Dat zal vanmorgen niet zo makkelijk zijn. Javier Vet, Mr. Invaller ook wel, had dit seizoen maar één keer een basisplaats. En dat was tegen PEC Zwolle. Hoe lastig is het om elke keer op die bank te moeten beginnen? Ja, dat is. Nu ben je er wel aan gewend. Alleen in het begin was dat wel moeilijk. Maar uiteindelijk hoort het erbij en doe ik wat ik kan om het team te helpen als ik wel speel. Toch als Vet invalt, gebeurt er altijd wel wat positiefs in de ploeg. Nou ja, dat klopt. En dat heeft twee keer heel goed gewerkt. Alleen ik denk dat wat ik probeer te brengen als ik een kwartier inval om alles te geven. En daarmee de intensiteit van de ploeg weer een beetje een boost te geven. En, het is mooi dat jij zegt dat werkt. Dat gevoel heb ik ook. Het is nog wat puzzelen voor trainer Meijer wie er morgen kunnen spelen. Een van die spelers wie mogelijk morgen speelt is Rens van Eijden. Ja, hij heeft het goed gedaan in de wedstrijd tegen Heerenveen en in de trainingen. Maar we hebben een selectie van normaal gesproken 23 spelers. Dus er zijn er meer kapers op de kust. Dus wacht het rustig af, zou ik zeggen.